Yo, welkom allemaal weer terug bij een nieuwe video van Dutch West. In deze video ga ik jullie meenemen naar Dr. Jekyll en Mr. Hyde. De welbekende uitlatenmerk voor de Harley Davidsons. Onder andere, ze maken ook voor BMW. Voor Harley Davidson zijn hun de nummer 1 uitlaatspecialist. Vanwege hun CE-keuring voor de Euro 5 normen. Dus sowieso voor heel Europa gewoon gekeurd. Er zit een klepsysteem in, hoe dat allemaal werkt, laat ik jullie allemaal daar ter locatie zien. En in de tussentijd dat ik lekker naar Italië ben gegaan en een klusje opgedaan heb, 3 weken, heb ik mijn velgen gebracht naar Cerakoot. Die zijn inmiddels al gecoat en staan al dus onder mijn motor gemonteerd. Die zijn ook echt weer prachtig geworden. Ik ben wel weer voor burnt brons gegaan, aangezien de Harley zelf al aan de zijkant al van die bronzen accessoires heeft. Wat je al op de foto ook gaat zien. Dus ik vind de match heel goed gelukt. En naar mijn weten wordt de match met de uitlaattip hetzelfde als dat de velgen zijn. Dus ik ben benieuwd. We gaan gewoon er een leuke dag van maken. Jullie gaan een klein beetje van de installatie zien. Die ik samen trouwens met Pete ga doen. Dat is @trophypete op Instagram. Deze link. Gaan we eventjes volgen ook. Met hem ga ik de montage doen. Dus ik ben benieuwd. Ik heb dat nog nooit gesleuteld aan de Harley. Voor de eerste keer. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik hoop dat jullie er veel zin in hebben. En aan het einde gaan we natuurlijk horen hoe die klinkt. Hè? Let's go! Een hele mooie klepsysteem erin. Heel dik. Even schoonmaken. En dan starten. Thank you.
marshmallow. Oh. Ja, zoals jullie in het filmpje hebben kunnen zien en horen hoe die klinkt, beestachtig geworden. Hè? Ja, ik ben er gewoon sowieso heel erg blij mee. Ook hoe die qua looks is. Eigenlijk had het gewoon zo moeten zijn af fabriek. Bronzen uiteinden, bronzen velgen. Mooi dat carbon. Dat carbon ga ik namelijk ook doortrekken op de motor zelf. Ik wil dus dit kapje in het glans carbon gaan bestellen. Dan heb ik ook online gezien dat je het voorschotbord online in glanscarbon kan vinden. Deze kappen, ik weet niet of die kleine kapjes bestaan, maar als ze bestaan, lijkt het mij mooier als we alles gewoon in glanscarbon door kunnen gaan trekken. En uiteraard volgende maand, half september, gaat hij naar de spuiter. Hij gaat een nieuw kleurtje krijgen, dat wordt dan enkel de tank en het complete achterzitje. Voor nu laat ik denk ik gewoon de bellypen gewoon lekker glanszwart. En het voorspatbordje doe ik niet omdat die veranderd gaat worden in glanscarbon. Origineel carbon allemaal. De koplampkap weet ik nog niet wat ik ermee ga doen. Daar twijfel ik nog mee. Heel misschien dat ik wel mee laat spuiten en dan kan ik alsnog zelf beslissen wat ik eraan wil gaan doen. Ja, dit is gewoon top. En gewoon sowieso dat je klepsysteem hebt, kom ik laatst nog even één keer zien. Werkt echt gaaf. Kijk, haal ik even de sleutels in mijn handen, anders reageert hij er weer niet op. Kijk, en dat knopje, dat is die daar. Dus volgens mij start hij altijd in gesloten houding, zie je? Hij is nou, hij start altijd dicht. En dan met het knopje in te drukken. Hoor je nou het klepje open gaan en is hij ook open. De standaard is hij altijd dicht. En als je hem dan twee keer snel zou indrukken. Kijk, knippert hij. Kijk, en dan gaat hij half. Nou, druk ik hem weer in. Is hij weer gesloten. Ja, dat is toch een wereld. Dat gewoon zo bestaat. Helemaal klaar voor op je motor. Nooit meer dat gezeik met dat je te veel geluid maakt of wat dan ook. En als je hem stil wil hebben, kan je hem stil drukken. Nou zien jullie de velg ook weer uiteraard. Hier op het beeld lijkt dit wat bruiniger en dat wat bronzer. Maar in het echt komen ze heel veel bij elkaar. Kijk, nou zie je ook het uiteindtipje. Samen met de bronzen velgen. Zie je dat ze hier wel weer meer matchen? En dit lijkt op camera echt heel anders als in het echt. Maar goed. 1090 kilometer op de klok. Laten we gaan. Een dikke shout-out naar Jacko en Heid. En de mensen achter de schermen bij Jacko en Heid. Ik vind het echt een mega demper. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ga voor wat dikke content ermee zorgen en tot op het volgende filmpje. Wellicht een flyby filmpje, want dat lijkt me ook wel even kick om dit te gaan testen. En wat ik gehoord heb, hij schiet vlammen als hij gloeiend heet is. Dat moeten we dus gaan testen. Bedankt voor het kijken allemaal jongens. Vergeet niet om een blauw duimpje omhoog te geven. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan eventjes op dat knopje van abonneren. Klik dan ook eventjes gelijk dat belletje aan, zo blijf je altijd op de hoogte van de nieuwe filmpjes. En ik zie jullie allemaal graag weer bij een nieuwe video van Dutch West.